Toen ik 7 jaar was... Goh. Ik dacht dat ik er toen wel van droomde om motocrosser te worden. Maar later is dan wel gebleken dat... Ja, ik heb eigenlijk wel een heel technische opleiding gevolgd tot ik een keuze moest maken voor de hogeschool. En toen ben ik eigenlijk pas echt in de kunst gerold. Ik denk op mijn 16e dat ik tijdens examenperiodes liever affiches maakte dan liggen te studeren eigenlijk. Dus daar heb ik wel gemerkt dat design iets was wat mij lag. We zijn samen afgestudeerd in 1999 als meester in de beeldende kunst. En dan zijn we eigenlijk vrij snel begonnen met het nadenken van kunnen we met ons twee onze eigen zaak niet gaan opstarten. Voor ons was het een heel interessante tijd voor op te starten. Dat was zo eigenlijk na de internetbubbel. En eigenlijk zijn er een aantal grote spelers ofwel omgewaaid ofwel verdwenen. En wij zijn eigenlijk in zo'n markt die op zijn rug lag kunnen opstarten. Wat dat eigenlijk heel interessant was voor ons. Want wij waren dan eigenlijk een soort, als klein bedrijf, een buitenbeentje voor in die sector terecht te komen. We zijn een creatief digitaal bureau en we zijn actief in web, mobiel en print. We doen vooral websites, maar we doen ook logo's en huisstijlen en brochures enzovoort. We proberen altijd te zoeken naar een bepaalde oplossing, zodat eigenlijk de klant een bepaalde doelstelling kan bereiken. En wat die doelstelling is afhankelijk van de klant. Is dat bijvoorbeeld een hogeschool die studenten wil aantrekken? Dan is dat een heel andere doelstelling dan bijvoorbeeld Getnet die kinderen wilt entertainen. Getnet is naar ons toegekomen in eerste instantie met de vraag: we hebben een tv-programma, dat gaat een meisje zijn, in een schuddeboom, wat kunnen we daar online mee gaan doen? En zo zijn we eigenlijk dan begonnen met een concept te bedenken van de wereld waarin dat kaartje leeft en waar dat je dan eigenlijk als kind kunt doorheen gaan. En dat was eigenlijk wel heel interessant, want dat komt van eigenlijk oude technologie van Flash. Maar dat kon nu niet meer gebruikt worden naar de mobiele toestellen toe. Daar zijn we dan op zoek gegaan naar de nieuwe technologieën en zo zijn we bij HTML5 uitgekomen. Die we dan kunnen omzetten daarna naar apps via bepaalde software. En dat was wel een heel fijn project om te realiseren, zowel qua uitdaging naar techniek toe als naar het bedenken van spelletjes. Ik denk dat we bijvoorbeeld vroeger 80% van wat we deden waren flashprojecten en eigenlijk nu is dat nul. Door de opkomst van de mobiele toestellen, zoals iPhone en iPad, is eigenlijk die flash en de flashplayer volledig uit de markt gegaan. En eigenlijk zijn die vervangen door HTML5 projecten eigenlijk. We hebben een vrij uiteenlopende klantenportfolio. We werken voor Catnet, Design Vlaanderen, Tribu, Secretary Plus. Maar ook voor kleine klanten maken we graag leuke projecten. Vaak door de input van de klant zelf. Dus eigenlijk als je gaat kijken wat de ziel van het bedrijf is, ga je dat wel proberen in het logo ergens te gaan verwerken. Maar de inspiratie kan ook van buitenaf komen als je toevallig ergens wandelt en je ziet iets. Kan inspirerend zijn, al is het maar een stuk boomschors bij wijze van spreken. Design is niet alleen leuke dingen maken of mooie dingen maken, maar design is echt gewoon iemand helpen iets te vertellen eigenlijk. En dat is hetgeen wat wij doen. Ik denk dat wij vooral helpen de klant zijn boodschap over te brengen.